Roy Donders en zijn vriendin Michelle zijn sinds 6 weken ouders van dochtertje Romy. Of het iets met de slapeloze nachten te maken heeft, dat vertelt het verhaal niet. Maar Roy en Michelle vonden het hoog tijd voor weer een cosmetische ingreep. Voor iedereen die nou schrikt, ik heb een ooglidcorrectie gehad. Michelle heeft ook een ooglidcorrectie gehad. We dachten, 2 voor de prijs van 1. Nee, we dachten, we zitten nou toch veel binnen met de kleine. En ze krijgt er nou nog niet veel van mee. Dus we dachten, kunnen we het beter nu doen? Want dan, ja, dan zijn we er vanaf. Over een week of een weekje dan is het genezen. En dan, dan zijn we er weer klaar voor. En ja, voor mij was het al de derde keer. Ja, dan hoor ik jullie denken, de derde keer. Ja, de derde keer. Ik heb namelijk, zit echt bij ons in de familie. Dit gaat heel snel allemaal hangen. En dan gaat de zwaartekracht winnen. En ja, je moet toch op tijd een beetje een APK'tje gaan doen. Hè? Want anders dan zakt heel de boel in. Nou ja, is in ieder geval dit toch is leuk. Toch genieten, jongens, dat we dit soort mensen in de showbiz hebben. Heerlijk. En dat ze gewoon samen dezelfde hobby hebben. Ja, en dat komt heel goed uit, want hij is een soort bionisch. Hij is een soort bionische man geworden. Echt, bijna alles aan hem is nep. Hij heeft natuurlijk die Brazilian butt lift gehad. Hè. Ik heb je net even snel uitgelegd wat dat inhoudt. Dat je een soort implantaat in je billen krijgt, zodat het allemaal, nou ja, kennelijk allemaal wat ronder en beter is. Een soort siliconen. Een soort. Ja, dus echt? Dat, ja, dat heb je ineens, nou ja, zo'n soort bijzettafeltje heb je achter je hangen. Dat doen ze met eigen vet, heb ik me laten vertellen. Nou, daar had hij ook nog wel wat van. Maar intussen hij is natuurlijk ook. Nee, maar dat hebben ze ook nog allemaal weggezogen bij hem. Dus waarschijnlijk is dat daar terechtgekomen. Hij heeft een baardtransplantatie gehad. Dat schijnt ook te kunnen. Ja, wat? Een baardtransplantatie. Wat jij niet nodig hebt, want jij hebt veel haargroei daar. Maar Roy had dat niet. Die had echt een soort babyhuidje nog. En die heeft, ik hoop. Weet je als Manuel? Ja, ik hoop wel dat hij niet bij iemand anders die baart. Maar in ieder geval dat het wel zijn eigen haar is. Dat, ik weet niet hoe dat op het afstotingsverschijnselen geeft. Hij heeft natuurlijk al sinds kort een gebit van Wedgwood, volgens mij. Maar in ieder geval iets wat heel erg wit en glanzend is. Dus hij is er heel erg mee bezig. En dit is dan weer het volgende, hè? Dat hij dus inderdaad zijn oogleden heeft laten doen, zijn vriendin Michelle ook. Maar dit is al voor de derde keer. Die jongen is nog onder de 35. Hij had straks helemaal niets meer over waarschijnlijk. Dus dan moet hij verplicht ook zo slapen. En ik weet niet wat de volgende stap wordt. Of ja, ik zie hem ook nog wel voor een voorhuidverlenging aan. Ik weet niet of dat bestaat, maar op een gegeven moment houdt het natuurlijk een keertje op. Dat is kostbaar ook, toch? Sorry. Heel kostbaar. Ronald, hoe kijk jij hiernaar? Heb jij iets laten doen? Nee, ik denk alleen maar aan 2 goudvissen nu. Gewoon 2 goudvissen. Ik zie wel wat dingen die we kunnen verbeteren in huis vanuit kijken. Wat zou jij bij Ronald doen? Jij bent fotograaf. Ik zou even die ogen een beetje liften zo. Dan kijkt hij wat vriendelijker. Die mondhoeken misschien een beetje omhoog? Een beetje omhoog zetten zo. Het interesseert me echt allemaal niks. Nee, dat weten we. Maar Guido, wat heeft dit geintje allemaal gekost? Dit heeft heel veel geld gekost, want je hebt over ingrepen die echt. Ik heb het even opgezocht. Volgens mij is die Brazilian butt lift minimaal €7.000. Oh, hier, hier het hele prijslijstje komt al voorbij. Dus hij heeft echt voor een kleine halve ton heeft hij aan zichzelf laten verbouwen. Nou, ik bedoel, dit is ongeveer net zo duur als dat je je huis laat verbouwen. Dus dat is echt een enorm bedrag. Maar hij heeft dit natuurlijk niet allemaal zelf betaald. Nou, dat wordt natuurlijk gesponsord. Hij heeft volgens mij allerlei connecties met klinieken die dat doen. Hij is volgens mij ook in Turkije geweest, waar dat heel hip is om dat te laten doen. Staat er dan ook echt gesponsord bij? Ik denk het. Dat wordt er natuurlijk gelijk ingebrand. Nee, maar het is. Je vraagt je alleen nogmaals af, waar eindigt het? Hè? Maar even toch. Wel serieus, hè? Ja. Ja, okay. Ja, nee, maar ik bedoel. Er is zo'n gezegde, stop making stupid people famous. Dat is te laat. Dat wil ik niet gelijk hierop neerzetten. Maar ik vind eigenlijk ook wel. Er is toch ook wel iets aan de hand bij zo iemand dan, toch? Even heel, probeer het echt serieus te doen. Maar als je gewoon. Nou, die heeft een redelijk laag zelfbeeld. Hoe oud is hij, zei je dat? 33. Sorry. En als je dan al voor een halve ton aan jezelf laat verspijken. Ja. Je kan toch ook gewoon minder eten en gaan sporten of zo? Of als je denkt, ik heb een te dikke kop of ik doe maar wat. Dat je denkt, maar echt serieus. Waar eindigt het ook? Je zag het bij Michael Jackson. Hè? Die begon ooit met een kleine neusoperatie. Uiteindelijk werd dat een soort zombie. Ja, het begint te verslaven. Net als tattoos. Ja. Als je iets doet, dan spelen die artsen ook vaak op in. Dan 1 spuitje en dan heel vaak zeggen ze, nou, doe nog even hier, krijg je van mij. En dan zie je het verschil en dan op die manier. Kijk, het voordeel voor jou als fotograaf is natuurlijk dat ze altijd nieuwe foto's nodig hebben. Ja. Want die oude kloppen niet meer. Ik hoef niet te photoshoppen. Nee. Maar kunnen we morgen of van de week gewoon een keer met hem bellen over dat. Want daar ben ik oprecht in geïnteresseerd. Omdat ik het. Je zegt dat er misschien nog korting bijgekomen is enzovoort. Maar sowieso, de lijst is toch ook best wel groot. We hadden laatst het hele geval Gordon. Toen zei ik ook van ga gewoon hulp zoeken of zo. Maar dit is toch ook.
Ik kan me niet voorstellen dat er ergens een plastisch chirurg... Maar het is gewoon een mentaal probleem, suggereer je, denk ik. Hè? Dat... Ja, ik heb die school niet afgemaakt, maar ik denk wel dat als je... Ik heb nooit van een baartransplantatie gehoord, ook bijvoorbeeld. Nog nooit. Guido, zeg nog even één aardig dingetje. Dit is heel aardig bedoeld. Dit nee, is echt... maar luister, het is een doodgoede jongen. Ik vind het alleen best zorgwekkend. Ik ben het helemaal met Roland eens dat als je op die leeftijd al zoveel aan jezelf... dan moet er iets aan de hand zijn. Of je hebt een laag zelfbeeld, of je bent schrikkelijk onzeker. Het is natuurlijk iemand die eerst op mannen viel en nu een vrouw heeft, daar een kind mee heeft, die nogal switcht in zijn gevoelens kennelijk. En ja, het is niet een heel stabiel iemand, heb ik het idee. Maar het is ook zijn business, toch? Hij zit ook in die business, toch? Ja, dus dit is natuurlijk, hij is ook een beetje het uithangbord van zichzelf. Ja. Ja. Maar ik vind het ook best zorgwekkend. Hij wordt er zelf in ieder geval heel erg blij van. Maar als jij in jouw omgeving een vriend of een vriend... Ik weet niet of dat jij überhaupt vrienden of vriendin hebt. Maar stel je voor dat je vrienden hebt. Dat, en iemand zegt van, nou, ik ga dit en dit doen. Dan zeg je, nou, oké, weet je, ja, moet je zelf weten. Maar als hij gewoon na 2 weken weer, nou, ik ga nu dit doen. En dan, dit, hij heeft er geen 23 jaar over gedaan. Nee, over dan ga je er wel dit, iets over zeggen. Maar we moeten nu echt... Why? Nou, Roy Donner schijnt aan de lijn te hangen, dus... Maar ik oprecht, beste Roy, als je kijkt, ik ken je niet... maar ik ben heel benieuwd hoe dat zit. Echt, oprecht.